van een vijfhoekteken met een zijlengte van 60 mm. En wat ons doen is, ons vat ons zakrekenaar en ons vat 360 graden. Ons deel dit door die vijfhoekse afstand. Dit geeft voor ons een graden van 72. En ons vat 72 graden. Ons trek ons lijn, ons eerste sy, met een sylengte van 60 mm. En dan vat je jou gradeboog, stel jou gradeboog op. En merk een hoek, een buitenhoek van 72 graden af. Je herhaal die proces aan de andere kant van die lijn. 70, 72 graden en ons construeer een lijntje, constructielijn, 72 graden in daardie richting en 72 graden in hierdie richting. Ons merk dan 60 mm af voor ons volgende sy. Accurate manier is om dan daar die afstand oor te projecteer naar ons andere sy toe. Naar ons andere sy toe. Dit beteken hier die hoek van ons is nou 72 graden. Dit beteken ons binnenhoek hier is 118 graden. Dit beteken al die andere hoeken gaan allemaal 118 graden moet wees. Ons vat dus ons gradeboog, ons stel hem op en ons merk 118 graden af vanaf die lijn, met andere woorden die binnenhoeken. Dit is allemaal 118 graden, dit is 100 graden, dit is 118 graden en indien jy daar die lijn nou gaan meet, dan sien jy sien, hulle is al twee, dis 60 mm, dis dieselfde as die ander. Probleem ontstaan, dat ons het nou nie een middelpunt nie, ons moet gewoonlik centerlijne trek op hierdie constructie. Wat ons nou gaan doen, ons doen die hoekverdeling deur te gaan en twee punte daar te construeer, ons passer groter te stel, een boogie te construeer, dan so deur konstrueer, ons herhaal die proces met een ander hoek, sit jou passer op hierdie hoek neer, enige afstand, merk om af, ons het hierdie constructie reeds in graad 8 gedoen, en stel jou passer weer, trek een boogie, en wat daar die twee lijnen aan elkaar kruis, trek ons een lijn deur waar hierdie twee lijnen kruis, sal die middelpunt wees van ons vijfhoek en ons kan of dan gaan en centerlijne trek of indien hierdie constructie een piramide is, kan ons dood eenvoudig gaan en al hierdie punte
weer die middelpunt verbind. Wat sodoende vir ons dan die piramide sal gee. Onthou, belangrike mate is daar die 72 grade en hier die 118 grade. Daar die hoek is dus 118 grade, hier die hoek is ook nou 118 grade en so ook daar die hoek, so ook daar die hoek en so ook daar die hoek. So ons het ons vyf hoeke wat allemaal 118 grade is aan die binnenkant en ons het ons vyf hoeke getekend.